ben Isabella Muchowska van vakbond FNV. Dagelijks spreek ik verschillende werknemers van onder andere ook distributiecentra. Bij de distributiecentra werken verschillende werknemers, zowel Nederlanders als arbeidsmigranten. Nederland staat bekend bij de meeste Oost- en Zuid-Europeanen als het land van hoge inkomens en welvaart. Het land waar je 2, 3, soms 4 keer meer kan verdienen dan in eigen land. Wat er vaak niet verteld wordt, is dat je ook hele onzekere oproepcontracten krijgt. Plus het werken en wonen in Nederland hoge kosten met zich meebrengt. Hoge voor het vervoer en huisvesting. Kosten die automatisch van je salaris ingehouden worden, of je het nou wil of niet. Je hebt zo'n bijvoorbeeld ET-regeling. We noemen het ook gesubsidieerd huisjesmelken. Uitzendbureaus die aan hun arbeidskrachten de huisvesting verhuren, kunnen de huurkosten van het loon, van het bruto loon, afhalen. Het gevolg van het lagere bruto loon is dat de werknemer of arbeidsmigrant minder rechten opbouwt voor vakantie, pensioen of WW-rechten. Dus hoe hoger de huisvestingkosten, hoe groter het belastingvoordeel, een premie, voor de werkgever. Daardoor loopt de overheid en de werknemer inkomsten mis. Wij willen dat er iets verandert. Want wat je nu ziet is dat een werknemer van 1000 kilometer verderop goedkoper wordt gemaakt dan een lokale arbeidskracht. Gesubsidieerd huisjesmelken moet stoppen. Een werknemer, ongeacht waar die vandaan komt, verdient een fatsoenlijk loon en arbeidsvoorwaarden.